Hallo beste primatenfanaten. Het paringsseizoen is geopend. Dus gaan we weer kijken naar een nieuwe aflevering van Ex On The Beach, Double Dutch. In deze aflevering kijken we onder andere naar het paringsgedrag van mensapen. Wie de grootste alfa is van Ex On The Beach. En sluiten we af met onderzoek naar male-bonding rituelen onder roedels mannen. Laten we de safari aftrappen. Ik ben Mark, hier is Junior. Hij is niet Junior, hij is gewoon een senior. Okay, dat is Junior en terwijl ik dit opneem zijn er nog maar 2 episodes online. Maar van wat ik hoor online denk ik al dat dit de grote alfa gaat zijn. Zometeen gaan we ook zijn lichaamstaal namelijk vergelijken met die van Dylan. Maar eerst, met welke wijfjes wilt deze primaat graag paren? Ik hou van gesteutelde vrouwen. Hoe napper hoe beter, hoe strakker hoe heter. En is haar loyaliteit gruwelijk? Stap je dan met haar in het huwelijk? Okay. Junior, ben jij er klaar voor? Jazeker! Bring it on, bitches! Kijk, hij pakt het wel sportief op en hij is heel erg positief daarin. En dat is net anders dan de volgende primaat, Dylan, dat doet. Mijn specialiteit is Junior. Ik noem Mark Junior. Dit is Mark, dit is Junior. Maar soms senior, het ligt eraan op het moment. Je weet, je weet. Blijkbaar ben ik de tongtornado van Oostende, ja. Ja? Ja, ik ben wel lekker. Tongtornado? Wat is dat nou weer voor een specialiteit? Junior maakt Dylan op een speelse manier wel belachelijk. En eerder was hij ook op een... ja, niet al te agressieve manier wel daar dominant naar hem. Toen hij namelijk zei... Ik denk niet echt dat concurrentie is voor mij. Ik denk wel dat ik de chickies van hem ga kunnen afpakken. Zeker met zijn accent erbij. Dat gaat wel lukken. En voor de gevorderde primatologen onder jullie... dan weet je al dat lichaamstaal een groot belang speelt... in de communicatie binnen zo'n stam. Mogelijk viel je al iets op. Waaruit ik opmaak dat Junior het alfamannetje tussen de 2 is. Hier zie je primaat Dylan heftige, vrij drukke bewegingen maken. Vaak een teken van zenuwen. Lachje erbij. Waar Junior juist kalme bewegingen maakt. Kalme lichaamstaal. Kijkt direct aan. En Dylan kijkt met een glimlach een beetje vanuit een hoekje. Daar zie Junior een knikje omhoog geven, waar Dylan precies een knikje omlaag doet. Een onderdanig teken. En weer een knikje omhoog. Daar zie je wat indirect scheef oogcontact van Dylan. Daar sloot het bij af. Een knik omlaag in plaats van een knik omhoog is vaak het teken van onderdanige lichaamstaal. En evengoed kan dat gelden voor het niet directe, maar indirecte oogcontact. Ik heb een hoog libido, maar ik krijg hem niet zomaar. Ik ga niet meer met mannen die stinken. Dat vind ik echt vreselijk. Je krijgt hem niet zomaar, als hij maar niet stinkt. Ik onthoud die stinkt. Als je lekker ruikt, dan denk ik nog... Ook al is die persoon lelijk, als je lekker ruikt, dan denk ik nog... Oh ja. Yeah. Nice. Vind ik tof dat ze dat zegt. Als datingcoach zijn, dan krijg ik... Ik bedoel, primatoloog. Maar krijg ik wel vaker mails, DM's, comments van mannen die dan zijn van... Hey, heel gaaf en leuk wat je allemaal zegt, maar dat werkt alleen als je knap bent. En gozer... Vrouwen die zijn gelukkig niet zo oppervlakkig als jij dat bent. Zij kijken wel een stukje verder. Iets als geur, iets als gedrag, hè? Status. Dat zijn wel meer triggers voor een vrouw dan enkel looks. En ja, looks stellen ook. Maar looks stellen vooral voor jezelf. Omdat jij in je hoofd zit met die gedachte... oh, het is allemaal looks. Ja, voor jou is het dan heel zwaar. Terwijl je ziet haar jezelf zeggen... hey, dan krijg je toch ineens wel weer een kans... En om die kansen te benutten, download mijn 17 gratis voorbeeldzinnen. Link in de beschrijving, gratis download. Doe dat nu. Is er eentje bij waarvan je zegt van, die springt er tot nu toe bovenuit? Toen ik het strand opkwam, zag ik Mark en Dylan. En Mark sprong er toen wel echt heel erg uit. En jij? Ja, jij eigenlijk wel. Dank je, ben ik je type? Ja, wat voor cijfers zou je mij geven? Een 8. Oké, inmiddels zitten we dus op de date. Er kwamen natuurlijk nog meer primaten, mannetjes en vrouwtjes aan. Maar dat hebben we even geskipt. Hé, hier zitten ze op date en ik zie meteen 2 van die vragen. Hé, heb je een beetje een type? Oh, wat voor cijfer zou je mij geven? Lastig. En waarom zou je dat doen als je niet goed de lichaamstaal leest? Want als we naar het vrouwtje hier kijken, zien we haar wel een beetje achteroverleunen en hem juist inleunen. Is een teken natuurlijk van interesse aan de ene kant en minder aan de andere. Maar hier gaat hij dan ook echt wel een beetje verkloten. Let op. Oh, dat vind ik wel hoog. Ja? Dat vind ik wel als een, ja, dat vind ik wel een compliment. En jij mij? Wat zou je nu doen? Zij geeft jou een 8. Welk cijfer geef je haar nu? Er zijn een paar goede antwoorden daar te geven. En je zou heel erg kunnen overdrijven van, oh, een 1, hahaha. Right? Maar dat is een beetje lullig en het is heel overduidelijk een grapje. Je zou ook kunnen zijn van, nou, een 10. Echt een kontkussen. Nou, denkt in zulke raden dat het een slecht idee is. Je zou ook kunnen zeggen, hey, je bent iets mooier of juist iets minder aantrekkelijk voor mij. Wat is daarin dan beter? Kijk, als je er dan 8,5 geeft, nou, is toch wel galant misschien. Maar zeker in de staat waarin we nu verkeren, waarbij zij zo achterover leunt, is het slimmer om wat tegengas te geven. Om even wat iets meer emotie op te wekken. Zodat je laat zien, hey, ik durf jou ook te verliezen. Ik durf ook tegengas te geven. Dus een beter antwoord hier was geweest 7,5. Nou, wat is zijn antwoord? Dan geef ik een 8,5. Ik vind mezelf wel een 10. Ja, kom op. Even serieus. Maar trouwens, als je mij een 8 geeft, vind ik wel dat ik een kusje verdien, toch? Een kusje? Kleintje. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het inderdaad niet. Maat, primaat, die kans is gewoon vrij klein. Zeker als je het zo smekend vraagt, oh, als jij mij een 8 geeft. En zeker nadat je eerst loopt te vissen op complimenten en daarna ook haar een hoger cijfer geeft, wat alsnog verkeerd viel. Dus hey, misschien was het wel slim of op safe gespeeld, want alsnog leek ze beledigd. Maar je hebt haar nog steeds een beetje boven jou geplaatst. En dan zo smeken om een kusje. En dat is vaak niet hoe het paringsritueel goed werkt. Primaten die vragen, die worden overgeslagen. Maar primaten die plagen, die hebben niks te klagen. Alle primaten kwamen natuurlijk in de avond samen voor het rituele drinken en voortplanten. Zoals dat hoort in het paringsseizoen. En we zien nu het voedermoment van de mannetjes en de vrouwtjes samen in de ochtend. En daar gebeurt iets heel boeiends. Goedemorgen, heb je goed geslapen? Nee. Nee? Ik wel. Ik wel. Ja. Nieuwe dagje. Meteen fit. Cardio al gehaald, gymnastiek al gehaald. Ja. Wij niet. Beetje pompen. Wij niet. Hoeveel rondjes heb je uiteindelijk gedaan? Interessant gedrag daar van de mannetjesprimaten. En wat we zien is dat de mannetjes graag zichzelf groot te maken rondom seks. Dat is natuurlijk vanwege de gezamenlijke interesse, maar ook omdat seks met vrouwen een statusmiddel in de groep is. Soms laat ik ook wel eens beelden zien op een van de bootcamps en dan zie je mij met de mooiste vrouw, nou mag toch wel zeggen van de club, die avond rondlopen. En plots komt er ineens een kerel naar me toe en die is van, hey, willen jullie de VIP in? En ik ben echt van, what the hell? Ik word nooit gevraagd voor de VIP. Maar dat was precies een beetje een maandag of een zondag of zo. Geen drukke dag. Was nog steeds Barcelona, dus druk zat. Maar, hè. En in één keer word ik uitgenodigd tot de VIP. Nou, waarom? Omdat er niet superveel mooie vrouwen in de club waren. En ik liep toevallig met, ja, toch wel de mooiste. Dus wij worden meegenomen door de VIP. Wel leuk, krijgen daar drankjes, et cetera. Uiteindelijk daar ook weer uitgegaan. Maar dat is een typisch voorbeeld van, hey, je hebt een mooie vrouw om je heen en plots is je status hoger. Het is heel oppervlakkig, maar het werkt vaak wel zo. Vrouwen kunnen ook soortgelijke mechanismes hebben waarbij het is van, oh, opscheppen over wiens vriendje het meest voor haar heeft gedaan met Valentijnsdag. Hè, dat soort dingen gebeuren. Ja, ik haal een beetje een paar clichés aan. In ieder geval, dat kan allemaal, maar je moet wel uitkijken dat het niet over de vrouw haar rug gaat. En hier kijk even naar het verschil tussen de ene en de andere kant van de tafel. Maar hoeveel? Ik weet het niet meer slaan. Jongens veranderen altijd met andere jongens en dan gaan ze macho gedrag vertonen. En toen dacht ik, waarom zit je nou zo stoer te praten, maat? Ga niet doen. Maar hoe zit het nu tussen jullie? Is er wat opgebloeid sinds gisteren? Nee? Nee. Helemaal niet? Nee. We delen wel nog één kamer. Ben je klaar mee? Ja. Wat dat betreft, vooral bij het vormen van een nieuwe stam, is het vaak een goed idee om uit te kijken met wat je rondbezuint over vrouwen. Want ja, het zal een tijdelijke statusverhoging geven, maar het zal waarschijnlijk op de lange termijn je kansen doen verlagen. Het is precies hetzelfde idee als waarom het beter niet is om in een dorp of een studentenvereniging te zoenen met iemand en het te vertellen aan al je maatjes. Dus de tijdelijke statusverhoging kan verleidelijk zijn, maar kijk uit met wat je rondvertelt over vrouwen, want het zorgt alleen maar voor een slechte reputatie. En daar wil je mee uitkijken. In ieder geval, wil jij dit verder aanpakken? Download mijn 17 gratis flirtzin in de beschrijving. Zie ik je in de volgende. Moet ik trouwens doorgaan met deze video? Like of laat een comment achter. Dat geeft toch een beetje een indicatie. Ik vraag er meestal niet om, maar ik ben in dit geval echt oprecht benieuwd. En zie ik je in de volgende. Liefde.